Ik was uitgenodigd om bij Slam langs te gaan. Weet je wel, dat radiostation. En dit is hoe het ging. Ik bestempel hem regelmatig als de godfather van de Nederlandse YouTube-scene. Hij is bij ons in de studio, heeft zijn eigen podcast, heeft 2 YouTube-kanalen in de lucht te houden, streamt ook nog wel eens. Wat doet hij eigenlijk niet? Ladies and gentlemen, geef hem een groot studioapplaus. Milan Knol! Hallo, hallo. Hi Milan. Dankjewel, wat een mooie intro. Ja, maar dat is toch wel, want ik ken jou echt al heel lang, omdat mijn radiocarrière begon ongeveer een beetje tegelijk met jouw YouTube-carrière. Ja. En in het begin was jij echt een van de weinigen die YouTube-video's maakte in het Nederlands. En die zoiets had van, nou, dit gaat de toekomst worden. En toen keek iedereen allemaal nog aan het, ja, jij met je YouTube-kanaal. En dat stelt allemaal niks voor. Uh-huh. Nou, kijk eens wie er nu lacht. Ja, nou, zelfs mijn moeder die geloofde er niet. Oh, nee? Nee. Oh. Nee. Zelfs mijn moeder niet. Oh, kan nagaan. Okay, ja. Nou, ik moet wel zeggen, we hebben wel laatst een stukje nog van een van jouw eerste, hoe noem je dat, afleveringen? Ja, goed, Joel. Vlog, video. Ja, de 10 manieren om te lachen. Ja, dit is heel oud. Ja, maar die keek ik vroeger altijd op de middelbare school. Ja, Jules is gewoon fanboy. Ik, ja, ik weet ook nog, er is ook nog een periode geweest bij Slam dat mensen, dat er echt honderden berichten per dag binnenkwamen van, wil je alsjeblieft, ik wil fietsen, van Milan Knol draaien. Ja. Dat wij op een gegeven moment dachten, sodemiet erop, man, we draaien je echte muziek. Ja, maar dat was weer het ding. Ja, nee, geef ik er gelijk in. Ja. Hij heeft 12 miljoen weergaven voor niks natuurlijk. Maar dat terzijde, heel veel oude media, die negeerden ons in het begin. Ja. Maar we hadden echt inderdaad een soort van leger met honderden mensen die echt achter ons stonden. Ja. Maar ja. En hoe is het, want nu inmiddels doe je dit natuurlijk al best wel lang. Je hebt een hoofdkanaal met meer dan 1 miljoen subscribers. Tweede kanaal gaat ook super lekker. Ja. Hoe is het dan? Het is behoorlijk veranderd de afgelopen jaar. Het is heel erg veranderd. Ik heb vanaf, en dit is ook echt voor mij nieuw, ik heb vanaf oktober zelfs personeel. Ja. Oh, wow. En ja, ik heb 2 mensen gewoon in die. Ik heb ze ook meegenomen. Hallo jongens. Maar, dus ineens ben ik een bedrijf. En ik was dat al een bedrijf natuurlijk. Maar ik deed het allemaal zelf. En als je zelf je inplanner, agenda, je mail, je maar dat wordt veel te veel. Dus ik heb nu een goed management. Dat is top. Dus dat is 1 iemand. En dan 2 mensen fulltime in dienst voor het bewerken van de video's. Is een beetje een leuke baas, die motherfucker, of niet, jongens? Ja, oké. Okay. Oh, wow. Ja, ze zeiden ook van, ja, mogen we mee? Ja, maar krijgen we dan wat doorbetaald? Ik zei, oh. Oké, lekker, guys. Wat goed. Nee, stop. Ja, dus nog steeds maak je allerlei soorten video's. De ene keer zit je te gamen, maar dan ben je weer gewoon op dingen aan het reageren. Soms verzin je een nieuw format, ga je in één keer de straat op. Ja. En je hebt een podcast, de Knolcast. Ja. Klopt, klopt. Waar je echt van allerlei soorten mensen laat langskomen. Ja, ik had laatst een guy ook in mijn podcast. Die ouwe. Ja, een hele oude gast. Ja. Ja, die vond zichzelf heel wat. Ja. 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 Hij heet Erik-Jan Roosendaal. Ja, ik heb er gewoon bij gezeten. Ja. Met Milan belde van, wil je mijn podcast? Wat de fuck, ouwe? Maar toen zat ik even op Google Maps te kijken. En denk, hey, de McDonald's zit 500 meter verder. Ja, jij bent er ook een keer in geweest, Daniel. Ik ben er ook een keer in geweest. Ja. Het is alweer wat langer geleden, ja. Ja, ik zit op aflevering, 90 nu of zo. Jezus. Het gaat wel hard. Ja, ik doe het iedere 2 weken. Sorry? De mensen zijn dan dus ook op dat je bij Erik Jan uit. Hey man, nee, joh, ik ben zo relevant als de hel. Precies dat. Ik, ik had een postje aandacht nodig. Ja. En daarbij, wat je even vergeet tussen neus, lippen, door, lippes. Hij is ook geen onverdienstelijke zanger, die ouwe hier. Zo, die maakt gewoon zijn eigen pokkoes. Ja, daar wil ik zo nog op komen. We moeten zo wel even een tune draaien. Oké, oké. Want, want je hebt altijd al liedjes uitgebracht. En ik maakte net een grapje over Ik Wil Fietsen, wat een beetje een soort van echte meme-content was. Ja, maar stiekem weet ik. Ja, ik ben ook wel eens bij jou thuis geweest. Volgens mij was dat toen met de podcast. En toen ging je mij een beetje laten horen wat je allemaal op je harde schijf hebt staan. Ja. Ja, die muzikale ambities, dat is niet iets nieuws. Dat zit er stiekem wel echt in. Ja, nee, dankjewel. Ik ben, toen ik 14 was, heb ik zelfs nog DJ-les gehad op LP-plaat. Oh, echt? Ja? Heerlijk. Ja, toen heb ik hip-hop geleerd op LP-plaat. Yo, yo. En vanaf daar ben ik eigenlijk de muziek ingerold. Toen even als studio muziek maken en zo. En toen kwam YouTube. Dus ik heb de hele muziek aan de kant gelegd. En nu, eigenlijk tijdens corona, ben ik 2 jaar lang de studio ingedoken. En dan 1 keer in de zoveel tijd. En ik heb 7 nummers nu op de plank. Een soort EP'tje. En nu heb ik daar al 3 van uitgebracht. En iedere maand komt er 1. Ja. Met een videoclip. Dus. Net 2 weken geleden Bedrogen. Ja, Bedrogen. Ja. Daar moet nog een clip van komen. Maar ja klopt. Dat is de nummer over dat iemand vreemd gaat. Oh ja, nee. Is het op eigen ervaringen gebaseerd? Ja, dat is het leuke aan muziek, vind ik. Je kan je eigen ervaring erin gooien. Maar je moet niet 100% daarvan ingooien, vind ik. Want dan heb je meer vrijheid. Ook meer vrijheid in de tekst. Ja. Dus nee. Oké, okay, jammer. Dus jij bent nooit bedrogen? Ik ben al een keer bedrogen. Oh, dat wel. Dat was zeg maar de lichtelijke waarheid. Maar hoe het allemaal is gegaan in dat nummer en het refrein, hoe catchy die is, dat is absoluut niet gebeurd. Milan Knol, Bedrogen, hoor je nu op Slam.
Ja, en mocht je het nummer nog willen luisteren, check dan even op Spotify. Milan Knol en dan Bedrogen. Ja, Milan, ze worden wel steeds beter, die tunes. Dank je. Ja, vind dat... wat zou jij als persoonlijke mening een cijfer geven? Maar eerlijk, ik hou van eerlijkheid. Ik geef dit gewoon radiotechnisch gezien, komt het richting een zesje. En niet meteen minderwaardig voelen, want het is meer dan prima. Maar dat is wel, laat maar zeggen, als je hierop doorgaat. En dan weet ik wel zeker dat er op een duur gewoon wel bekende 8 of 9 tevoorschijn komt. Als ik jouw leeftijd ben, dan heb ik het wel. Ik zou het wel eerder gokken. Ik wilde zeggen 6,5. Maar, okay. maar dat is omdat het inderdaad, als je het naast de hits legt die wij over het algemeen draaien. Tuurlijk. Dan heb je nog een beetje een weg te gaan. Maar 100%. Als jij zegt, ik ga er nu iedere maand een uitbrengen. Ja. Nou, dan ga je als het goed is ook een beetje snel voortgang boeken, denk ik. Ik hoop het. Ik hoop het. Nou, dankjewel. Ja, ik waardeer het. Ja, ik ben geen rapper. Ik ben geen echte artiest. Ik ben een YouTuber. Dat snap ik. Maar heb je wel eens overwogen om bijvoorbeeld... om dan iets te doen als... Want nu zit er vrij veel autotune overheen. Wat op zich kan. Mm-hmm. Maar... In theorie zou je ook kunnen zeggen, ik ga gewoon zangles nemen. Ik ga gewoon iedere week een uurtje ga ik bij zo'n Babette Labij of zo ga ik langs. Ja, en ik heb zangles gehad. Oh, echt ja? Ja, en dat was echt een kutwijf. Oh. Dus nee. Hey, maar luister, je zegt dat van, ja, maar ik ben geen rapper. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, want niemand wordt als rapper geboren. Want als je kijkt naar Bilal Wahib, weet je, die is een beetje aan het acteren, die is een beetje aan het zingen. Dus ja, wat maakt eruit? Ja, dat is waar. Klinkt toch niet slecht? Nee, ik vind het niet slecht. Nee, ik vind Bedrogen van mijn werk een van de betere. Ja. Produceer je de muziek ook zelf? Nee, dat doe ik krank. Ik wou dat zeggen, oké. Want waar kan je helemaal gek geworden? Je bent gewoon een soort... Nee, de producties zijn echt wel lekker. Ja, de productie, dat is dus, daar heb ik geluk mee. Want dat doet dus iemand die de productie vroeger deed voor Bokusam. Oh, echt, ja? Ja, en dus daar heb ik gewoon geluk mee. Oh, die guy heeft het talent van zichzelf. Ja. Dus... Jij bent... En ik moet het nog gaan leren, dus ja. Milo, je had onze Erik Jan te gast in je podcast. Wat ben je te weten gekomen over Erik Jan? Wat begrijpelijk was. Want hij praat af en toe zo snel en soms is het één grote chaos. Maar wat ben jij te weten gekomen over onze Erik Jan? Nou, ik denk dat er heel veel vaste luisteraars wel denken van... ik weet hoe Erik Jan is. Ja. Maar wat ik heb geleerd is dat hij is echt een teringluie flikker. Het is niet normaal. 100%. Hij is echt heel luid. Ik kan aan houden. Ja, toch? Ja, maar echt niet normaal. Want ik zeg, wat doe je naast je werk? Nog hobby's of zo? Nee, niks. Maar echt letterlijk niks gewoon. Nee, ja. Ik mag niet vissen of metaaldetecten. Nee, ik heb geen hobby's. Bizar, hè? Dat was, dit zit al heel lang in mijn systeem. Want toen ik op de HAVO zat, toen baalde mijn economieleraar... dat ik wel de fucking hersens had, maar weigerde om te leren voor de SO's en noem maar op. En toen kwam hij op een keer om me af, hij zegt... dit vind ik toch wel zo zonde en jammer van jou, Erik-Jan. Jij hebt echt, en toen kwam Rutte nog niet eens, hè? Jij hebt echt zo'n zesjescultuur. Oh, echt? Weet je, en daar heeft hij ook gelijk in. En het is ook nooit veranderd, jongen. Want waarom? Kijk, ik werk nu 12 uur per week en dan ben ik kapot. En ik zeg, waarom zou ik magneetvissen en heel hard gaan rennen door een park? Ja, dat is voor een normale werkdag, gast, 12 uur. Ja. Voor echt een harde werker, is dat toch een normale dag? Ja, maar precies dat, ouwe. Als ik mezelf in leven kan houden, mijn kids vakantie kan geven en speelgoed kan komen, kopen, ja, waarom zou ik het nou? Maar ik hoorde van de week de uitspraak, beter een 6 zonder stress dan een 7 zonder leven. Dat is wow. Ja. Nieuw levensmotto. Ja, dat is wel een goeie, toch? Ja. Dus Erik Jan lui. Ja, maar wij allemaal bij de radio, hoor. Milan, wat heb jij nog een beetje in petto? Want je bent, ik heb het idee, je hebt ook wel eens een periode... maar het is ook normaal in een mensenleven dat je af en toe even periodes hebt... dat je even er wat minder in zit of zo. Je doet dit ook al best wel lang. Ja. Maar ik heb het idee dat je nu wel weer gewoon echt zoiets hebt van... oké, we gaan weer dingen beetpakken, nieuwe formats, nieuwe dingen. Ja, maar dat ben ik eigenlijk al aan het doen, inderdaad. Want ik doe nu een jaar lang mijn tweede kanaal... en ik ben iedere dag een upload aan het doen. En dat is echt jaren geleden dat ik dat heb volgehouden. Ja. Dus ik ben gaande op elke social media nu. Dat is het ding. Die twee gasten, die kunnen zo goed alles onderhouden. En die maken van zoveel... Ik heb meer dan 4000 video's gemaakt in mijn carrière. Ja. Daar kun je zoveel van recyclen. Opnieuw editen. Dus die gasten zitten gewoon in het archief te kijken. Copy-paste, en denken, we gaan hier even een TikTokje van maken. Ja, klopt. Wat goed. Ja, laatst was er nog een ik was aan metaaldetecten in Zeewolde. Dat is echt 2, 3 jaar geleden. Ja. En daar hebben hun dan weer een fragmentje van gemaakt. Een short. Nou, die gaat nu weer viral met 700.000 weergaan. Wat heerlijk. Die Ik Wil Fietsen shit ook nog eens keer 16 keer geremixed. Ja, dat kan ook nog. Hardstyle remix, dan weet ik het allemaal. Even wat anders. Ja. Je hebt een ongelooflijk mooie vrouw. Dank je. Wat dat betreft vallen we in dezelfde categorie. We zijn zo lelijk dat we aantrekkelijk worden. Maar, het is zo. Hoe lang keer je er al? Vorige maand 3 jaar. Wat Daniel voor de uitzending, kinderen. Ja. Daniel heeft ze, ik heb er.
komen er al kinderen? Of heb je zoiets van, ik wacht nog heel even, want je bent nee, heel oud. Nee, maar sterker nog, volgens mij, wat ik weet van Milan, is dat hij het helemaal niet wil, toch? Nee, ik hoef dat niet. Nee. Oh, Jesus, gozer, nee. Ik hoef dat niet. Ik heb ook de tijd niet. Oké. Okay. En ik wil het ook niet. Nee, het zijn klootzakken. Ben jij dan gewoon zo iemand die, want zo ken ik er meer, die gewoon denkt van, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon tot aan mijn sterfbed gewoon lekker gamepjes kunnen spelen, een beetje kunnen chillen, een beetje video's maken. Ja, nou kijk, weet je, ik kijk heel veel mensen die zeggen dan van, ja, maar je weet niet hoeveel geluk je hebt als het gebeurt. Mm-hmm. Laten we dat vooropstellen. Je moet het, hè, je wil ja, het willen, moet... maar je moet hè, nog geluk hebben daarvoor. Maar je, dat gevoel van vader worden, dat is onbeschrijfelijk. En dat hoor ik altijd van iedereen. Ja. Ja, je weet niet wat je mist, joh. Maar ik heb ook vaker gezegd in interviews, ik ben te egoïstisch om van iemand anders meer te houden dan van mezelf. Ja, dat is gewoon zo. Ja, dat moet je niet doen, nou. Ik hou heel erg veel van mezelf. Ja, ik hou van mijn vrijheid. Ja, ik hou van mijn vriendin, daar niet van. Ja, maar jij bent belangrijker. Maar ik sta nummer één. Ja, want ja. Ik ben ik. Maar, ja. Good point. Maar en dan moet je ook nog een vrouw hebben die daar ook mee kan dealen. Want over het algemeen is dat toch, Ja, maar dat geluk deel je. Juist. Okay. Want als ik namelijk voor mezelf kies, ben ik gelukkig. Ja. En dat geluk is makkelijk te delen en uit te stralen naar je familie. Jullie vieren samen dat jij op nummer 1 staat. Even iets anders. Hoe is het met de mieren? Ik had 10.000 mieren inderdaad. In je huis? In mijn huis als kolonia. Ja, in een formicarium. Niet zeg maar zo van ik moet hooggedierte bestrijding bellen, maar als huisdier. Als vriendjes. Ja, oh, wow. Klopt. Ja, maar die zijn allemaal dood. Oh, oké. Okay. Ja, dus einde punt. Nee. Er is een virus ontstaan in de kolonie. Hè? Dus ze bouwen hun nesten van fungus. Maar er was een bacterie bijgekomen. Ik knipte mijn eigen blaadjes in het bos hiernaast. Ja. En het waren Indonesische bladsnijmieren. Dus ik denk dat tijdens het knippen dat er een bacterie of een beestje mee is gekomen uit de Nederlandse natuur. Dat schrik ik wel een beetje van. Maar waarom neem je dan geen, dat lijkt me een beetje invasieve soort. Wat voor mieren waren het? Indonesische bladsnijmieren. Maar komen die ook spontaan hier in Nederland voor? Nee, oh, die worden dus echt overgevlogen. En dan kun je bestellen. Oh, wow. En dan bestel je gewoon een buisje waar mieren in zitten. Okay. Waarom? Ja, dat kan. Omdat mieren de mooiste dieren zijn die bestaan. Ik heb dat gezien bij hem. Hij had gewoon echt, zeg maar, je kent toch die hamsterpaleizen met buizen van dit en dat. Nou, dat, maar dan voor mieren. Ja, dat is wel eruit. Ook zo'n rat. Dat is zo... Nee, niet een rat. Oh, okay. Nee, echt van die plastic doorzichtige buizen langs mijn plafond. En dan zag ze daar doorheen lopen. Ja, wel dat vet. Is in de dierentuin. Weet je dat? Cool. Dus nu heb je allemaal lege buizen. Nee, dat heb ik allemaal weggegooid natuurlijk. Oh. Ja, en ik ga het ook niet meer doen, want het is te moeilijk. Ik kan het gewoon niet. Nee, ik heb het echt geprobeerd, maar het voeden kan en zo, dat... Ja, maar een kolonie van 250 mieren kost €400. Hè? Ja, ik had 10.000, dus reken uit. Hè, kost qua... Maar als je een complete kolonie koopt met mieren... Oh echt? Ja, dat kan ook nog. Dat kan komt er iemand met een busje en... Die... Maar wat ik me dan afvraag, want ik ben helemaal geen freekvonk wat dat betreft. Maar ik zou zeggen, als je gewoon 10 mieren bij elkaar zet, 5 mannetjes, 5 vrouwtjes, dan... Het zijn allemaal vrouwtjes. Dus Oké. Dat werkt niet. Oh, Jesus. Hoe vermenigvuldigen ze dan? Nou, omdat er voordat het vruchtseizoen zeg maar komt, met al die vliegende mieren, dan worden ze bevrucht door... I don't know. Moet ik eerlijk zeggen? I don't know. Ik denk dat dat dus wel mannetjes worden dan. Ja. En dat ze daarna dan dood gaan, oh, I guess. Okay. I don't know. Maar in ieder geval zo'n vliegende mier, dat is een koningin in de maak. Oké. Dus, nou, cool. Dat is echt een heel interessant feitje. Want als jij dus vliegende mieren ziet buiten, dan denk je, dat is irritant. Oh, vliegende mier. Maar dat is dus een toekomstige koningin. Gewoon buigen. Van een nieuwe kolonie. Respect. Onderweg naar onderweg het stichten naar, van... Ja, ja. Wow. Ja, 99% gaat dood. Dus, ja, mijn moeder gooide altijd heet water eroverheen. Ja, dat werkt dus niet. Milan, we hebben weer van alles geleerd. Sorry. Wat moeten wij de komende tijd in de gaten houden, los van de knolkast? Wat ga je allemaal nog... veel muziek natuurlijk, iedere maand een nieuwe tune. Ja. Met videoclip ook. Ja. Je had de laatste eentje helemaal met AI gemaakt ook. Dat je AI Milan door het bos ziet en zo. Heel cool. Ja, we doen elke videoclip doen we een beetje AI erin. Vet. Okay. Ja, magneetvissen met Shahid ga ik deze week online. Shahid Sharak. Ja, Dutch Performante. Ja, en volgende week met Sven en Koen. Ook van een YouTube-kanaal. Dus we gaan magneetvissen, leuke dingen, van alles en nog wat, gast, weet ik veel. Van knullig met de mieren en het magneetvissen, tot aan super serieus met de muziek en de nieuwste games. Ladies and gentlemen, Milan Knol, check hem op zijn eigen kanaal. Milan Knol 2 op Spotify, eigenlijk op Snap, op Instagram. Alles! Op alles gewoon! Ja, lekker overal, man! Overal, take it over. Ladies and gentlemen, Milan Knol! En dan denk je, dit is het einde. Maar nee, ik mocht nog iets heel leuks doen.
Slam weerbericht, mede mogelijk gemaakt door Weer Online. Milan, nu je toch... Ga maar even zitten, jongen. Even shinen. Doe maar het weerbericht. Oh, pak hem aan. Weerbericht? Gewoon slappertje, nek lullig, maar goed. Oh, het wordt mooi weer. We zijn het warmste land van Europa. Is dat echt zo? Meen je dat nou? Ja, dat zegt zo. Nou, dat weet hij weer. Holy shit. Al twee dagen. Al twee dagen warmste land van Europa. Ja, joh, bewolking in Zuid-Spanje, maar hier niet. Wat een koning. Ja. Dat wist ik helemaal niet, joh. Ja, zeg zo. Bron libellen. Wat heb je vandaag geleerd? Ik had geen idee. What the fuck is this? What the hell is this? I have no clue. Dus let nu op. We hebben net van Milan Knol geleerd dat Nederland op dit moment het warmste land van Europa is.